wat moet een dansgroep nou echt hebben volgens u? Een dansgroep die hier komt op Mondiaal moet heel flexibel zijn. In kunnen spelen op dit type publiek. En dan is het heerlijk, dan is het een feest. Dat is anders dan in een theater waar het publiek speciaal voor een bepaalde voorstelling gaat. Hoe selecteert u nou op de groepen? Ik kijk natuurlijk heel veel rond wat er zich aanbiedt. Want is het ook, selecteert u ook op speciaal jonge dansers of wat oudere dansers? Zorgt u dat daar verschillen in? Ik probeer variëteiten in te hebben. Maar in ieder geval dat zowel de jongere als de oudere doelgroep aangesproken wordt. En ja, dat is wel interessant om dat voor elkaar te krijgen. We treden overal in Nederland op? Of? Ja. We zijn in een Amsterdams gebaseerde company en we treden gewoon overal op in heel Nederland, zeg maar. En hoe vaak trainen jullie dan per week? Wij trainen elke dag, dus gewoon van 9 to 5 job. Dus. Okay. En wat voor soort stijl? Wij hebben allemaal soort stijlen. We beginnen met een stuk hip-hop, breakdance, floorwork. Daarna gaat het over in Latin. En van Latin gaat het over in African en dat slaat zich weer over in hip-hop uiteindelijk. Dus het zijn allemaal verschillende stijlen. De reden waarom het Subways heet is omdat met de metro kan je ook overal heen. En we hebben ook verschillende stukken en verschillende dansstijlen van de hele wereld.